Ik ben een meubelmaker en daarnaast ook meubelrestaurator. Ik restaureer meubels, maar ook historische binnenruimte. En dat zijn zeg maar alle vastgenagelde onderdelen binnen historische gebouwen. Dan moet je denken aan een gewelfschildering of lambriseringen. Dus dan kan je denken bijvoorbeeld aan de ovale zaal die je hier achter mij ziet. Waarvan de eikeren betimmingen is gerestaureerd een aantal jaar geleden. Dus daar hebben we wat betimmering losgehaald en weer vastgezet waar er kieren en naden waren. En daarna is er een ander bedrijf die heeft wat aan de afwerking gedaan. Heb je daar een speciale school voor gehad om dit allemaal te kunnen? Ik heb ooit een meubelmakersopleiding gedaan in Amsterdam. En daarna ben ik naar Engeland gegaan. Daar heb ik restauratie en conservatie gestudeerd. Dus vandaar dat ik nu dit vak doe. Daarnaast maak ik ook eigen werk. Het is dus vrij werk voor mezelf. Want dit is dus een juwelenkoker met magneten en aan de buitenkant roggenhuid. Dat heb je ook in diverse uitvoeringen. Of je krijgt dit soort doosjes uitgevoerd met vier trapjes in notenhout. En die worden dan nog afgewerkt met een zilveren voetje. Wat inspireert je om restaurator te worden? Ja, dat is een leuke vraag. Want je hebt eigenlijk de variëteit van de objecten die je binnenkrijgt of waar je naartoe gaat. Dus als ik ergens word gevraagd voor een werk, dan ga ik kijken. En dan moet ik me eigenlijk eerst helemaal concentreren op waar het van is gemaakt en in welke periode en welke materialen. En dan kijk je naar de problematiek. En vervolgens ga je dan kijken van ja, wat zou een goede oplossing zijn? Wat wil je ook het object in zijn waarde laten? Want je probeert eigenlijk zo minimaal in te grijpen, zodat alles nog blijft bestaan. Maar dat dan wel het er weer goed uitziet of dat een meubel bijvoorbeeld bruikbaar is. Ja, dat het weer in de oude staat hersteld wordt. Ja, precies. Ja. Dus dat de laders weer lopen of dat de scheuren in zijkanten worden gedicht. Hè? Ja. Dus wat optische kwaliteiten. Ja. En heb je dan speciale vormen of dingen al klaar liggen of moet je dat dan helemaal zelf gaan uitdenken? Ja, eigenlijk moet je bij elk object begin je weer overnieuw. Want ik kan niet een bepaald lambriseringstukje al klaar hebben liggen. Want elke heeft een andere vorm of een andere materiaalgebruik. En ook een andere afwerking uit een andere periode. Ja, je moet materialenkennis denk ik ook. Zeker, ja. Materialenkennis en ook een stukje afwerking en dus ook chemische kennis over de degradatie van de afwerking. Nou, dit is dus de gewelfschildering van de Laurenskerk in Alkmaar. Dat was een heel groot project, dus 350 vierkante meter schildering. En die hebben we in een jaar of vijf, zes is dat gerestaureerd. Dat is alweer van een tijdje terug, want inmiddels zijn er alweer een aantal andere gewelfschilderingen gerestaureerd. Wat voor projecten heb je het afgelopen jaar gedaan? Nou, ik ben recent heel druk geweest voor de gemeente, het Haagse Hout. En daar heb ik een aantal informatieborden gemaakt in eiken. En die staan hier in de parken in de buurt. En hier zie je onder andere de tekening dan. En een aantal borden zoals ze nu al zijn geplaatst. Bij een heemtuin en in parken in de buurt. Je hebt natuurlijk te maken met stijlen en allerlei soorten houtsoorten. Bladgoud, ja, neem ik aan. Bladgoud komt ook voor. Ja. Dus het vergulden van bollen die zeg maar rond de bevestigingspunten van een kroonluchter hebben gezeten. In een kerk in Alkmaar. Dus ja, het is heel gevarieerd. Maar het is wel altijd hout. Dus ik ben restaurator van meubels. En dan doe ik dan zeg maar niet de stoffering. Daar zijn weer andere restauratoren voor. Dus een andere discipline. Ja, afgelopen jaar heeft ook de OPCW die heeft de Vredesprijs. De Nobelprijs voor de Vrede gekregen hier in Den Haag. En daarvoor mocht ik de vitrine maken. Een heel bijzonder project, uitgevoerd in noten. Met ook een draaiend plateau, zodat de munt zeg maar twee keer per minuut ronddraait. Het heeft dus ook gefreesde letters in de onderregel, waarvan je hier voorbeelden ziet. En die worden dus met een minuscule frees in het notenhout gefreesd. En dit is dus ook het slogan van de OPCW. We zijn vandaag bij Kunstbos te gast en dat is op de Haverkamp 250. We hebben een open atelierroute vandaag door stadsdeel Haagse Hout. Maar naast de panden van Kunstbos ook atelier 228 en kunstenaars die in het stadsdeel wonen en werken hun atelierdeuren openen om gasten te ontvangen.
En alles bij elkaar zitten op 115 kunstenaars. Meer dan 115 kunstenaars vandaag die hun deuren openen. Die kunstroute, dat is ieder jaar? Ja. En dat bestaat al? Dit is nu de derde jaar, omdat het allereerste jaar had het gemeentemuseum de focus op Haagse hout. En dat stopte op 1 oktober, dus daar hebben we op 30 september een groot afscheidsfeest gehouden. En dat is zo goed bevallen dat we dachten, dat doen we nog een keer. Dus nu zijn we nog steeds bezig met een afscheidsfeestje van de focus van Haagse hout. Dat dus het gemeentemuseum daarmee ophield. Maar alleen nu is het gewoon een groot feest om de kunst te vieren in Haagse hout. Een jaarlijks terugkerend kunstfeest. Wat maak je allemaal mee? Ik maak grote beelden. En daarnaast doe ik ook fotografie en film. Maar dit is waar ik op dit moment mee bezig ben. Dus. En waar is dat van gemaakt? Het is een combinatie van papier, textiel, klei en kunsthars. Het ziet eruit als papier-mâché, maar dat is het niet, hè? Dat is het helemaal niet. Het is ook allemaal heel dun en kwetsbaar en hol. En, dus het is ook heel licht. Okay. Sta je hier ergens? Heb je al opdrachten gehad hiervoor? Nee, wat ik natuurlijk heel graag zou willen is dat ze in een groot gebouw komen te hangen met veel ruimte. En hoge hal of gangen. En één hiervan heeft pas bij Pulgie gehangen. Okay, leuk. Ja, heel leuk. Ja, was echt heel gaaf om te doen. Ja. En als je dan ziet dat de ruimte maakt eigenlijk je beeld gewoon. Dat is waar. Dus. Kopen dus gitaren in onderdelen. Dat heet gitaarbouwpakketten. En die gitaarbouwpakketten, daar neem ik de body van. Jan is hier alles aan het uitpakken. Jan is degene die de gitaar weer in elkaar moet zetten dan daarna. Maar ik neem dus de body en de hals. En de body en de hals die gebruik ik om de decoratieve voorbereidingen te doen. Hè? Dus alles wordt... de houtnerven worden gevuld, het hout wordt verzegeld. Daar komen onderlagen, laklagen op. En daarbovenop komen alle laagjes met gekleurde decoraties. Okay. Nou, ik ben hier bezig om een gitaar voor een gedeelte af te werken. Dit is alleen een gitaar die we nog niet gedecoreerd hebben. Maar die we vast in elkaar zetten om het geluid te testen. Als dan alle laklagen erop zitten, dan gaat er nog een polijstlaag overheen. En dan vervolgens gaat er nog ter bescherming van alles een waslaag overheen. Ja, dat moet, hè? Ja, en je bril. Dus het is geen stofkapje, het is gewoon voor de giftige dampen. Ik weet niet of iemand mij kan verstaan. Ja. Anders doen we het wel nasynchroniseren. Hè? Vervolgens... Een bril? Nou, vervolgens... Ja, inderdaad, een bril. He, want als ik ga spuiten met die lakken en die komen op mijn normale bril, dan kan ik die normale bril weggooien. Ja. Dan krijg ik er niet meer van af. Het is gewoon keiharde lak geworden. Mm-hmm. En vervolgens, als ik aan het spuiten ben, dan komen er allemaal... Dat gaat in de lucht? Dat gaat gewoon in de lucht hangen. He. Alles wat te veel gespoten wordt, dat gaat in de lucht hangen en dat dwaalt dan neer op mijn hoofd. Dus die komt dan ook onder de lak, dus die kunnen we ook niet hebben. En vervolgens, als ik spuit, dan maak ik gebruik van een compressor, die staat daar. En die maakt enorm veel lawaai. Dus ik ben dan ook verplicht om dit voor mijn gehoorbescherming te hebben. Ja. Nou, en dan pak ik vervolgens mijn spuit. Die wordt dan aangesloten op de luchtcompressor. Ja. En hiermee ga ik dan spuiten. Ja. Nou, dit is dus een van de gitaren die ik bespoten heb. Je ziet hier het eindresultaat. Hieronder zit een soort esdoornhout met mooie nerven erin. Je ziet die nog vaag hier doorschemeren. Vervolgens heb ik geprobeerd om er een beetje een driedimensionale diepte aan te geven. Door een schaduwachtig effect eerst op te spuiten voor de figuurtjes die ik vervolgens erop ging spuiten. In dit geval zie je de figuurtjes, de diamantvormpjes met eronder de schaduwen.
soms doe ik het ook anders. Dan spuit ik eerst de figuurtjes heel vaag. Dan zijn ze heel mistig. En daarbovenop dan weer heel hard. En dan is het net of er iets achter de figuurtjes vandaan straalt. Hè? En zo zit ik dan gewoon met allemaal motiefjes te werken om die gitaar een beetje tot leven te brengen. Dit is een andere gitaar. Dat is een leuk voorbeeld. Want deze is mij door een vriend gegeven. Die had een gitaar wat zogenaamd Roadworn heet. Het is een hele mooie gitaar. Het is een Fender. Het is echt een hele goede gitaar. Maar soms worden ze kunstmatig oud gemaakt. Er worden allerlei beschadigingen aangebracht. Nou, hij vond dat niet mooi. Dus hij wilde die gitaar nieuw laten maken. En deze Fender is in Mexico gemaakt. Dus ik kreeg het verzoek om iets te doen met Mexicaanse kleurtjes. En hij was helemaal niet bang voor hoe fel dat uit zou pakken. Dus ik vond het bijzonder moedig van die vriend. En dit is dan het eindresultaat. Ik ben mevrouw. Van der Zwan en meneer Van der Zwan. Ja. En u bent vandaag de atelierroute aan het volgen. En dat is erg leuk, moet ik zeggen. Ja. Heeft u dat al eerder gedaan? Ja, in Scheveningen en een keer hebben we het gedaan. Nu laten we het in de post door en dan zeg ik, nou gaan we nu deze kant eens doen. Dus het is erg leuk om te doen. Ja. Wat heeft u al gezien? Ik heb hier van alles al gezien. Schilderijen, Wiedeke van Dort, schilderijen, vazen beschilderd en alles. En heel apart, ja. En een mevrouw met allemaal hele mooie kettingen. Van hele kleine kraaltjes. Nou, daar moet je engelen geduld voor hebben. Maar prachtig, ja, ja, ja. Oké, nou, ik wens u een fijne dag samen. Met welke wordt het nu? Hierachter heb je nog een... Ik weet niet de naam, maar hier vlakachter. We hebben er nog één, ja, ja, ja. Ik wens u een fijne dag, bedankt. Oké, dank je. Bravo Brahma Kabara e Barafiri Fane, ni Bravo Brahma Tlala Kabara Lala, Bravo Brahma Baka Barado Firi, ni Bravo Brahma Tlala Kabara Lala, Bravo Brahma Baka Brahma Ufache, Bravo Brahma Yaka Brahma Ufache. We'll be right back.
Ik ben Janice Boekholtz en ik schilder vooral in de techniek aquarel. Ik geef daar ook les in. En aquarel is een ontzettend spannend medium. Het is het heeft met pigment en water en dat samenspel van wat het op het papier doet en wat je er dan weer aan toevoegt. Daar blijft een hele tijd tussen zitten en het boeit enorm. Ik geef er ook les in. En lessen geef ik in Wassenaar, in mijn atelier. Ik woon zelf in het Bedoordenhout. En hoe bent u er zo mee begonnen? Ik ben na mijn middelbare schooltijd ben ik naar de Koninklijke Academie voor Beeldend Kunsten gegaan in Den Haag. En daar heb ik, dat heette toen nog akte, toen haalde je een onderwijsakte. En ik heb jaren les gegeven op het Christelijk Lyceum in Leiden. En toen heb ik nog een heleboel jaren gewerkt in het gemeentemuseum. Ook bij de educatieve dienst. Dus het onderwijs speelt wel een grote rol in het geheel. Maar ik ben altijd blijven schilderen. Een bepaald thema wat u graag schildert? Nou, de laatste tijd is het heel veel honden en poezen ook eigenlijk. En huizen. Mensen die een mooi groot huis bewonen. En op een gegeven moment toch graag naar iets kleiners gaan. En willen dat afscheid toch een beetje op deze manier verlengen. Dat ze toch het huis nog een beetje meenemen. En hoe lang duurt een opdracht? Een opdracht? Ja, het hangt er een beetje van af. Ik ga vaak op locatie. Hè, en dat geldt ook voor die beesten die ik schilder. En dan ga ik het thuis wel uitwerken. En dan ben ik er zo'n beetje, hangt van de grootte af. Soms zijn het grote formaten. En dan is het zoiets van 2 weken, 3 weken. Die trek ik er wel voor uit. Want dat moet natuurlijk uitermate zorgvuldig gebeuren. Want iedereen heeft, denk aan je eigen huis. Je weet precies hoe het in elkaar zit. Er mogen geen fouten gemaakt worden. Dus ik kom daar vaak op terug. Het moet niet stijf worden. Je moet het niet invullen. Het is geen ingevulde tekening. Het is ook niet zoals een foto is. Prachtig. Maar er moet een meerwaarde bij komen. Hè? Er moet een artistieke touch in waardoor het spannend wordt. En de spanning in een schilderij, dat bepaalt eigenlijk of het interessant genoeg is. En daar blijft het altijd bij. Als mensen ruimte willen huren, hoe gaat dat dan? Dan kan je gaan naar de site van Kunstpost, kunstpost.nl. Kijk dan op het kopje ateliers en dan vervolgens staan daar formulieren in. Klik het ballotageformulier open, vul dat in en stuur het terug. Dan kom je op de wacht. Dan word je geballoteerd en na ballotage kom je op de wachtlijst. Mag iedereen hier iets huren? Ja, we worden eisen aangesteld, vandaar de ballotage. En daarnaast hebben we natuurlijk ook kunstenaars uit Haagse Hout hebben voorrang. Want we zijn niet meer specifiek voor Haagse Hout, maar onze focus ligt wel op Haagse Hout. En alle anderen kunnen ook bij ons een atelier, maar die staan wat verder op de wachtlijst dan. En daarnaast kijken we ook naar de disciplines, dat we niet alleen schilderen hebben. Ik heb een atelier bij Kunstpost op Tuivekamp. Sinds 1 jaar of 3 heb ik dat. Dat is, ik vind het heel leuk om hier zo vrij te kunnen schilderen. Daarvoor deed ik het thuis en bij schildersleraren die ik had in Den Haag. Maar dit is toch echt wel je eigen plek. En daar kan ik me echt helemaal uiten. Ik maak grote schilderijen in acryl. Met diverse technieken, zand en allerlei dingen doe ik daardoor. En kleine collages. Dan zie ik een foto en dat bewerk ik dan met acryl. Dat soort dingen zoals u rondziet. Zie je al die kleine dingetjes die ik dan maak. En het is gewoon heel erg leuk om te doen.
En hoe is dat zo ontstaan? Nou, ik ben eigenlijk begonnen met aquarel. Toen vond ik dat niet kleurig genoeg. Ik hou van harde kleuren. Toen heb ik olieverf een heel aantal jaren gedaan. Maar dat kon ik niet meer tegen. En toen ben ik toen moeizaam op acryl overgegaan, omdat ik dat in het begin niet leuk vond. Maar ja, nu is het toch wel. Ja, ze hebben zulke goede technieken en goede verven tegenwoordig. Dat je dus toch ook gewoon met acryl kan schilderen. En dat is heel leuk. Ik heb hier naast mij mevrouw DeCampley. Lisa DeCampley. En jij maakt glas in lood en allerlei chakra's, heb ik begrepen. Precies. Ik maak glaskunst en ik werk met glas in lood en ook brandschilder, diffusing, slumping. En ik heb hier teken de raam, verschillende technieken. Ik kan ook combineren voor nieuwe effecten. Ja. En dit is jouw atelier hier? Ja, dit is mijn atelier sinds een week. En deed je het hiervoor ergens anders? Ja. Ik ben hier in de buurt, heb ik onder de ateliers gegaan. Maar dit is super, het is een hele grote. Ik heb mijn oven hier en ik heb onder de voorbeelden. Ja, van, want die oven heb je nodig voor de versmelting. Right, ja. Precies. Voor brandschilder, dat moet in de oven ongeveer 630 graden. En voor de fusing ongeveer 850 graden. Dit is een voorbeeld van brandschilderen. Dit is in glas en lood. So de stukjes glas zijn eerst gesneden, dan gebrandschilderd in laagjes en in de oven gedaan op ongeveer 630 graden. En dan in elkaar gesoldeerd. Nog een voorbeeld. Dit is fusing. De glas is samen gesmolten. This is compatible glass. En het is heel dik. So ik heb een andere techniek gebruikt om het in elkaar te doen. So het bleef goed. Dit is a Tiffany style. Dat is de manier om de glas samen te brengen. En ook gebrandschilderd verschillende keren in de oven. Dit is gefused in een keramisch mold gemaakt. You see on the achterkant there is a bijzonder textuur. Dat kan je uitsneden van de mold. Laat de smelten op 850 graden ongeveer. En heel langzaam afkoelen. Het bleef in de oven ongeveer 2 dagen of zo. Je gebruikt verschillende soorten glas? Ja, ik gebruik glas uit Duitsland, de VS, Frankrijk. Ja, overal. Ja, want ieder glas heeft zijn eigen functie. Functie, kleuren, texturen. Want met glas, je werkt niet alleen met de kleur, maar ook met de textuur en hoe het gaat reageren met licht. En je kan met dat spelen. En geeft u ook cursussen? Ja, ik geef ook workshops. En voornamelijk brandschilderen. Ik vind dat echt een bijzonder techniek. En ook fusing. Ik geef een cursus erin. En de maken van Amsterdam schoollampen. Dit is een stukje van een tentoonstelling in de Ravenstein Museum voor vlakglaskunst. De Ravenstein is dicht bij ons. En dit is een combinatie van technieken. Dit is gefused glas en dit is gebrandschilderd glas en glas en lood techniek om het samen te brengen. En ja, dat was de voorstudie ervoor. Dit is heel vergelijkbaar naast het. En ja, een mooie grote stuk. En dit kan glaskunst kan in alle maten en het is makkelijk om verschillende technieken te combineren. Om een mooi resultaat te krijgen. Mijn naam is Hans Kramers en ik schilder sinds 5 jaar ongeveer. En ik heb hier een fantastisch atelier waar ik heel erg gelukkig mee ben. En dat wat ik schilder, dat zit een beetje in de lijn van mijn opleiding. Vroeger heb ik de Academie van Beeldende Kunst hier gedaan in Den Haag. Weliswaar grafische vormgeving. Daar heb ik een deel van mijn leven gedaan. Toen heb ik in de reclame gezeten als art director. Voor BBDO, Amerikaans bureau gewerkt, Saatchi & Saatchi, een Engels bureau. Totdat ik vanwege leeftijd, je begrijpt dat reclame is een jong vak, en zeker als je voor onder andere Coca-Cola werkt, ben ik er maar uitgestapt. En nu werk ik al 15 jaar niet meer. En sinds 5 jaar doe ik dus dit als dagvulling. En dat houd je van de straat en doe je alleen nog maar nuttige dingen. En geef je ook workshops? Nou, ik ga wel schilderlessen geven, ja. Dat is me gevraagd door een paar oudere dames, zullen we zeggen. En je werkt altijd met acryl? Nee. Olieverf. Of wat? Olieverf. Olieverf, alleen maar. Ja, mooiere kleuren.
meer werk, dat wel. Je moet altijd een dag of vier wachten voordat de vorige laag droog is. En dan kan je pas weer wat doen. Maar ik begin wel met acryl. Ik zet dus op in houtskool, dan acryl. Dan kan je snel zien wat er gebeurt en dan kan je nog wat dingen veranderen. En dan krijg je olieverf. Vier dagen wachten, weer werken, vier dagen wachten. En zo. Dat is een vrij traag proces. Maar dan krijg je dit soort kleuren. Zie je? Okay. Mooi, dik, vet, oranje. Ja, dat zijn mooie kleuren. Ja, ja. Ook een ode aan Maxima natuur, snap je wel. Nee, die was er nog niet. Die was nog niet in beeld toen ik dit maakte. Nou, wat jullie hier zien is een mevrouw van in de 80 die afkomstig is uit Bhutan. Voor veel mensen het vredelievende paradijs in de Himalaya. Voor 1/6 van de bevolking niet zo fijn, want die zijn het land uitgegooid om etnisch-religieuze redenen. En ze hebben 20 jaar in een enorm vluchtelingenkamp in het oosten van Nepal gewoond. Deze mevrouw dus ook. En kwam onder het beleid van de VN, wat inhoudt dat je niet een vluchtelingenkamp in stand mag houden, na 20 jaar naar Nederland. En op deze foto's zie je haar, terwijl ze dus echt net met haar zoon en zijn vrouw de sleutel heeft gekregen van een rijtjeshuis in Harderwijk. En daar dus enigszins verdwaald en verdwaasd nog met het mutsje en een winterjas naar binnen is gelopen. Zoon en dochter en andere Bhutaanse vluchtelingen die daar al eerder waren opgenomen in Harderwijk gingen met de man van de woningbouwvereniging naar boven. Maar oma kon de trap niet op. En de meneer van de woningbouw drukte dat heel plastisch uit. Zo van zoef, zoef, er komt voor u nog een stoeltjeslift. Nou, je begrijpt, zo'n mevrouw die uit zo'n land komt, heeft nog nooit een stoeltjeslift gezien. Laat staan een huis met een trap, want ze woonde 20 jaar in een bamboehut. Wat ik zo schrijnend vond, is dat zij hier, terwijl iedereen naar boven is gegaan, dus alleen in die nog lege woonkamer staat, naar buiten staat te kijken. Met een soort gevoel van waar ben ik? Je kan je voorstellen, in het vluchtelingenkamp is, al is het een kamp met soldaten ervoor en prikkeldraad eromheen, is toch ruimte. En ze had daar een geitje, ze plantte de groenten en hier kijkt ze naar buiten, waar het streepjesbehang nog eens keer weer spiegeld is in de ruiten en een houten hek er omheen staat. Dus je bent vrij, maar ook weer niet. Toen ze daar zo alleen stond en ik dus in eerste instantie mee naar boven was gegaan, dacht ik, oma is er dus niet. Dus ik ben teruggegaan en ik heb haar eerst zo bekeken. En vervolgens draaide ze zich om, omdat ze hoorde dat ik er was. En heb ik deze foto van haar gemaakt, die zo in elkaar gedoken vogeltje eigenlijk, van waar ben ik en wat moet ik en ik begrijp hier niks. Ik versta niemand, ik ken de kleuren niet, ik ken die stenen niet. Ik hoorde ook dat je boeken schreef. Kun je daar iets over vertellen? Ja, ik schrijf inderdaad en ik probeer dat ook te combineren met fotografie. Ik heb inmiddels 7 boeken geschreven, maar er is wel een rode draad. Het gaat of over levensverhalen van ouderen of van bijzondere groepen. Maar een andere rode draad is vooral ook dat ik daarmee met het schrijven en de fotografie onbekende of kwetsbare groepen stem en gezicht probeer te geven. Dus een stukje bijdrage eigenlijk aan bekendheid, aan emancipatie. En het spreekwoord onbekend maakt onbemind, wat omdraaien naar bekender en dus ook geliefder. Nou ja, als je niet bent geweest, kom vooral volgend jaar, want het is echt heel leuk. Schrijf het alvast in je agenda. De laatste zondag van september tussen 12 en 5. Kom naar de Open Atelierroute in Haagse Hout. Ook dan zitten heel veel kunstenaars op u te wachten. De koffie en de thee staat klaar. Welke website kunnen ze gegevens vinden? Kunstpost.nl. Daar staat alles in, ook over de verschillende kunstenaars. Alle filmpjes van Haagse Dingen zijn erop terug te vinden.